De allereerste keer dat ik auditie deed voor Forever, of deden, samen. Dat we samen deden, want wij kwamen elkaar tegen. Wij kwamen elkaar daar tegen. Maar we samen auditie. Die dag voor mij was toen in ieder geval Ramadan. Dus ik zat toen te vasten. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. En ik kwam daar binnen. Toen kwam ik Celine dus tegen. En ja. Nou, ik was dus eigenlijk niet zo zenuwachtig voor de auditie. Want ik wist in eerste instantie niet wat het was. Waarvoor ik echt auditie ging doen. Want het was nog een beetje vaag. De eerste keer was ik ook best zenuwachtig. Want ik wist natuurlijk niet wat ik kon verwachten. En toen kwam ik bij de auditie. En toen hoorde ik dat het voor Zep was. En dat het een nieuwe kinderserie zou zijn. En toen dacht ik echt, oh, dat is eigenlijk best wel vet. En dat wil ik eigenlijk best wel graag doen. Dus toen, de tweede auditieronde die ik toen deed. Toen was ik echt een stuk zenuwachtig. Toen dacht ik echt van, dit wil ik echt super graag doen. En omdat ik wist wat het was, zeg maar. Maar de eerste keer was ik niet heel zenuwachtig. Ja, gewoon knallen heb ik altijd geleerd. En dan gewoon checken het wel. Bij zo'n auditie, zeg maar zelf. Allereerst wordt er dan meestal gevraagd of je jezelf wil voorstellen. Dus dan vertel je hoe oud je bent, hoe je heet natuurlijk, waar je vandaan komt, wat je hobby's zijn, waar je op school zit misschien. En dan wordt vaak ook naar je beschikbaarheid gevraagd in de periode dat je moet draaien. En daarna ga je meestal een scène spelen. En of je krijgt al een tekstje vooraf, of je gaat op dat moment iets improviseren, wat wij dus toen hadden gedaan. We kregen ter plekke een script. Om die scène daar ter plekke te leren. We moesten niet helemaal precies die tekst weten, maar het was gewoon om een beetje een beeld te krijgen wat we moesten gaan improviseren. Wat de rode draad was. En toen gingen we samen naar binnen, werden we samen naar binnen geroepen door Timon. Timon! Ja, door Timon, die dus ook uiteindelijk de regisseur, dat was de regisseur. Ik weet wel dat ik heel veel uien... Pringles, chips had gegeten. Weet je nog, toen zei ik tegen jou, we hadden dus gezoend tijdens de improvisatiescène. Oh, en toen zei ik dus tegen hem, het spijt me zo, want ik wist dat helemaal niet dat eraan zat te komen. Dat moet je ook allemaal meemaken. Ik wist niet dat eraan zat te komen, dus ik had gewoon die uienchips gegeten. En toen, ja, sorry. Nee, we moesten niet zoenen, maar omdat we improviseerden, ontstond dat in de scène. En als je dat dan voelt, zeg maar, dan moet je er... Dan speel je er ook naartoe uiteindelijk, toch? Of ja, dan speel je er uiteindelijk ook naartoe. Nou, ik denk... Het is sowieso wel heftig om te zoenen, denk ik. Ook omdat je kent elkaar niet. Dus het is lastig om je vertrouwen te geven, zeg maar, aan iemand. Maar het is juist... Ik denk dat als je je vertrouwen juist ook weggeeft aan iemand... Dat je... Jij toch? Dat je die band juist creëert met elkaar. Dat je daardoor veel mee kan sfeer, doen. Gewoon, als er gewoon... prettige sfeer is of zo, of als het gewoon meteen vertrouwen geeft, dan kan je gewoon je ding daar doen. Dan is niet dat je dan je anders voor moet. Het hoeft ook niet. Je moet nu niet, zeg maar, ik weet niet of nu mensen denken dat je bij je eerste auditie meteen moet zoenen, maar doe het niet. Gewoon kijk gewoon wat je moet doen en kijk wat de scène is. En op dat moment was dat gewoon het beste. Ja, dat vind ik echt een leuk moment. Ik was in Turkije op vakantie met mijn ouders. En ik wist wel ongeveer... Ik dacht in eerste instantie dat er nog een derde ronde zou komen. Dus daar was ik een beetje op aan het wachten. Want ze hadden gezegd, je bent met twee andere mensen over. En toen ineens, ik was eerder naar de hotelkamer gegaan. Want mijn telefoon lag gewoon in het kluisje. En toen haalde ik mijn telefoon uit het kluisje. Dat had ik een gemiste oproep. Dus ik terugbellen. En toen had ik Mandy, de productieleidster, aan de... Had ik Mandy, de productieleidster, aan de telefoon. En die vertelde me toen dat ik gewoon de rol had gekregen. Dat had ik helemaal niet verwacht. Dus ik zo naar het balkon toe rennen. En mijn ouders die lagen op het strand. En het balkon was aan het strand. Dus ik zo roepen. En ik zo zwaaien. En ik zo in de lucht zo Noah schrijven naar mijn moeder. En mijn moeder... Toen kwamen ze meteen naar boven. En het was helemaal feest. Ik kreeg een belletje. Het was vrijdag, herinner ik me nog. Volgens mij ging ik daarvoor net... Ik zou die dag op vakantie gaan. Ik kreeg een belletje... En ik hoorde, ja man, het gaat door. En toen dacht ik echt van, let's start man. You're gonna make it. Ja man, is leuk man. Het is, godzijdank. Allereerst, ja, als je het leuk vindt om met acteren en zingen en gewoon creatief bezig te zijn. Dan kan je misschien sowieso eerst kijken of er lessen zijn in de buurt. Of er een leuke toneelschool is-achtig iets waar je les kan volgen. Een jeugdtheaterschool. En als je er dan lekker veel mee bezig bent, kan je je inschrijven bij een castingbureau. En via castingbureau komen er dan uiteindelijk aanvragen van... Wil je misschien auditie komen doen voor dit en dit? Zelf soms ook nog wel eens mee. Maar gewoon wees jezelf. Dat heb ik nu echt geleerd. Wees jezelf niet omdat
iemand anders daar zit, dan ga ik anders doen dan dat ik ben. Blijf gewoon dicht bij jezelf en focus je gewoon op je spel tijdens je auditie, weet je. Ga helemaal in je spel en meer kan je niet doen als acteur, snap je. Het is gewoon puur je geloofwaardig gedragen in situaties en dat is het gewoon. Meestal ga je natuurlijk bij jezelf afvragen van, hey, ligt het nou aan mezelf, weet je? Was ik nou niet leuk genoeg? Wat is er nou, snap je? Maar het ligt niet aan jezelf. Je hebt je best gedaan en ik vraag mezelf altijd af, hoe kon ik het beter doen? Heb ik me beter kunnen voorbereiden? Heb ik mijn tekst beter kunnen lezen? Heb ik meer waarde kunnen brengen? En zo niet. Ja, dan ligt... Soms ligt het gewoon niet aan jezelf. Soms zoeken ze gewoon een ander personage. Ja. Maar 9 van de 10 keer hoor je eigenlijk... Je bent het niet geworden. Dus het heeft met zoveel factoren te maken. Het heeft er echt niet alleen mee te maken of je de auditie goed gedaan hebt of niet. Want het kan ook zijn dat ze een heel ander type willen. Ik bedoel, ik zit soms ook in de auditieruimte en dan zit ik met allemaal blonde meisjes of zo. Ja, het kan dat ze gewoon een blond meisje willen. Het is ook een beetje geluk, hè? Niet geluk, want je strijdt er ook wel voor. Maar het plaatje moet compleet zijn, zeg maar. Op de juiste tijd, op de juiste plaats, met de juiste mensen, in de juiste setting. En dan... Ze zeggen, als de leerling er klaar voor is, dan komt de meester vanzelf verschijnen. Hè? Ja. Ja, nou, ik had wel een blooper laatst. Zeg maar, soms moet je de auditie, die doe je dan niet met een... Oké, soms kom je met z'n tweeën auditie doen. En dan doe je auditie met je tegenspeler, die ook auditie komt doen. Maar soms doet ook gewoon degene die de casting leidt. Soms doe je met diegene de auditiescène. En dat deed ik. En ik zag toen een telefoon op tafel liggen. En ik dacht dat die telefoon van mij was. Dus tijdens die scène... we hadden de scène gedaan. Dus ik pak die telefoon. Ik doe die telefoon in mijn zak. En die vrouw zegt zo, dat is die van mij. En ik leek net of ik die telefoon van haar wilde stelen. Maar dat was echt niet zo. Ja, het was wel duidelijk dat dat niet zo was. Want ik schrok. Maar het was ook gewoon dezelfde telefoon. En dief! Het is heel onhandig.